Ik ben een beeldhouwer. Alles wat ik doe, alle dingen die ik en alle materialen waarmee ik werk, iedere handeling die ik verricht, kan ik terugvoeren op mijn lessen beeldhouwen op de kunstacademie. Mijn werk draait een beetje om hoe we ons tot elkaar verhouden. En dat kan je het beste zien in het Tentendorp, wat ik ook voor Z-Oud bij de stroopfabriek heb staan. Het is het in en om elkaar heen draaien tussen groepjes mensen, tussen individuen, tussen duo's. En een tent is aan de ene kant een heel uitnodigend fenomeen. Nodig je uit om binnen te komen. Aan de andere kant is het heel snel een privéplek. Zet je jouw high-tech privé-tentje op naast een Mongoolse jurt, heb je ook meteen uitwisseling van communicatie. Je komt bij elkaar kijken hoe je dingen hebt gebouwd. Dus als je op die scheidslijn van privé en publiek wilt werken, is een tent een heel mooi medium. Aan de andere kant heb ik eigenlijk altijd al tenten gebouwd. Als klein jochie in het achterpad wie de coolste tent had, die had het voor het zeggen. Dus ja, er was een soort competitie tussen vriendjes. Wie hun eigen plek op het achterpad achter het huis neerzetten. Mijn werk is beeldhouwkunst, maar het zit dichter tegen architectuur aan en minder tegen design. Zoals veel mensen denken dat dit een high-tech design is. Maar het is toch een in editie gemaakt kunstwerk. Ik denk dat een succesvol designproduct ook heel goedkoop produceerbaar moet zijn. En dat is dit werk niet. Ik denk dat ook in mijn sculpturale beelden, toen het nog geen echte tent was die je kon gebruiken, dat er toen ook al sprake was van doorloopbaarheid en omloopbaarheid van de sculpturen en ook de ontmoeting van andere mensen. Dus ik vond dat sowieso, dat gegeven al, sowieso belangrijk in driedimensionale sculpturen. Ja, de functionaliteit ook voor deze tent, die oorspronkelijk bedoeld was voor boomactivisten. Hè, dat was ik wilde ze bij boomactivisten gaan voorstellen. Stel je voor, zo'n tent hoog in een boom met activisten. Je kan de boom niet omzagen, dus ook het bos niet. Alleen, ja, dat project is nooit van de lucht gekomen. Het is meteen succesvol geworden op een camping. Maar daar zou je de functionaliteit nog beter van mee begrijpen als die daarvoor gebruikt was geweest. De keuze om voor activisten te gaan viel me ook op omdat dat een gemixte groep van mensen is. Net zo gemixt als dat we hier in de stad met elkaar wonen en het met elkaar moeten doen. Hebben activisten dat ook, die komen van alle lagen van de bevolking bij elkaar voor één doel. In het Tentendorp zie je dat ook. Dat doel is met elkaar samenleven. Ja, het mooie van het Tentendorp is dat het eigenlijk een opdracht betrof, maar dat ik het ontwerp al klaar had. Het was een idee wat ik wilde uitvoeren, wat ik prachtig kon verkopen aan vier campings oorspronkelijk. Die daarmee, omdat ze één camping had met die boomtent, heel veel succes gehad. Dus ze wilden daar meer van. En we hebben totaal vier campings kunnen overtuigen om zo'n tentendorp neer te zetten in 2001. Maar één camping die dacht met mijn tentendorp alleen vanzelf al succes te hebben. Maar ja, ze waren niet bekend met het verhuur van tenten en de andere campings wel. Dus die ene kwam in een hele slechte staat en die kon ik op een gegeven moment, kreeg de kans om hem terug te kopen. En toen heb ik hem opgeknapt hoe ik het had voorzien. En met veel natuurlijkere kleuren, met eikenhouten vloer. En ook met een zwaardere kruisconstructie, zodat ik hem mobiel kon gaan gebruiken en vrij op andere plekken neer kon gaan zetten. Ik heb verder ook toegevoegd een zitkuil, die in mijn eerste schetsen al aanwezig was, maar die ik nooit heb kunnen uitvoeren. Dus wat dat betreft zie je dat terug in het tentendorp herzien, wat bij jullie staat. En het is nog steeds, als je het oorspronkelijke ontwerp ziet, bestaat het uit 7 modules. Dus nu begint langzamerhand in mijn hoofd te komen het idee om hem helemaal terug te bouwen naar mijn eerste schetsen uit 2000.